Jeroen Bruins, CDA, raadslid. Je hebt muziek meegenomen. Ja, ja, je vroeg aan mij om een boek of een cd mee te nemen. Dus nou ja, gisteravond zat ik in het vliegtuig terug. En toen had ik opstaan Gerard van Maasakkers. Misschien onverwacht. Ja. Maar ik ben een jongen uit een dorp. Ik heb toch altijd wat dingen meegekregen over de heemkunde, over onze eigen cultuur. Het Brabander zijn, daar ben ik ook heel trots op. Dat is ook vaak te horen, zeg maar. En welk dorp kom je vandaan? Bavel. Oh. Ja, ik ben geboren en getogen hier uit deze stad en deze gemeente. Dus, maar dan je Gerard van Maasakkers dan? Ja, ik vind dat fantastische muziek. Ja. Nou, het raakt. Het is eigenlijk tussen de dynamiek waar je in zit en de politiek is het fijn om ook rustige muziek tegen te komen. Maar, ja, ik ben ook een jong vent en het kan bij mij ook best wel zijn dat ik gewoon juist wat extra oppeppers nodig heb. En dan pak ik toch terug naar het werk van onze Bredaanse DJ's of wat meer in de regio, de wat hardere stijl. Maar Gerard is toch ook... Want zet je hem wel eens op of komt hij toevallig voorbij? Ik zet hem wel degelijk op. Ja. Bepaalde, zeg maar als ik onderweg ben of als ik op een zondag een boek zit te lezen. Dan geniet ik van zijn toch wat luistermuziek. Ja. Ik vind dat heel veel van zijn muziek iets heeft. Er zit vaak ook een kritische boodschap in, maar op een aantal dingen bijvoorbeeld. Ook als hij afscheid neemt van zijn geloof, dat hij het heeft over zijn homoseksualiteit. Maar er zitten ook zoveel herkenbare kleine dingetjes in die je gewoon in het leven tegenkomt. Als het even slecht gaat. Maar heb je ook een favoriet nummer van Gerard? Ja, dan denk ik dat het toch wel Hier Hoor Ik Thuis is. Volgens mij misschien zelfs nog wel een mooi liedje. Als, laatste liedje. Brabant. Officieel. Oh, dat is wel een heel lange versie. Dit is live. Is live. Hier ken ik de weg, hier leerde ik lopen, vallen en opstaan en beter gaan. Hier kan ik verdwalen. Dit is en toch weer op huis aan. Ik denk dat iedereen hier wel iets van bij kan vullen. Ja, hier hoor ik thuis. Is in ons moerstaal. Prachtige Brabants. Mooi gedacht. Dankjewel. Graag gedaan. We hebben gevraagd of u uw favoriete boek of cd mee wilt nemen. En ik zie dat u er twee bij u heeft. Kan u daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb er twee meegenomen. Een boek waarin ik nu Soldaat van Oranje, waarin ik nu aan het lezen ben. Ja. Ik ben een boek gaan lezen omdat ik onlangs met mijn dochters, twee van mijn dochters, naar de musical ben geweest. Kijk. En ik heb in mijn studententijd heb ik de film heel vaak gekeken. En nou ja, ik ben nu toch wel op... je ziet heel veel verschillen tussen de film en de musical. En ik wilde nu ook eigenlijk wel weten waar de verschillen tussen de film, musical en het boek zitten. Verleden week woensdag werd de nieuwe Nederlandse speelfilm Soldaat van Oranje op het marinevliegveld Valkenburg geïntroduceerd. Soldaat van Oranje is het verhaal van de auteur Erik Hazelhoff Roelfsema, die in de Tweede Wereldoorlog samen met Pieter Tazelaar en nog enkele andere vrienden actief was in het verzet dat hij vanuit Engeland verrichtte. Onder regie van Paul Verhoeven werden afgelopen zaterdag de eerste opname gemaakt op de Marlot tennisbanen in Den Haag. Soldaat van Oranje is de duurste productie, de kosten zijn geraamd op zo'n 5 miljoen gulden, die tot nu toe in ons land is gerealiseerd. Loopt. Camera, Rinder, de teamtek in. Linda, actie! Rutger Hauer en Jeroen Krabbe spelen in de film Hazelhoff en Tazelaar. Ja, ik heb de film in mijn studententijd veel gezien, omdat het ook een beetje een studenticoze film is, het stuk is zeker in het begin. En nu maakte met name heel erg indruk op mij de passage over de oorlog en wat het deed met vrienden. Relaties. We leven toch ook wel in een wat best wel een wat roerige tijd. Ja. Er wordt aan de poten van de EU gezaagd en dan
Ik denk van ja, weet je, toen reed ik naar huis, dacht ik van wow, dat is toch wel even wat. Dat we hebben nu al zo lang geen oorlog meer, maar je beseft je eigenlijk niet hoe ontzettend belangrijk het is dat we dat hebben. Ja. En wat ik verder heb meegenomen is The Lonely Planet van Zuid-Afrika. Waarom Zuid-Afrika? Wij zijn vorig jaar heeft mijn dochter een tussenjaar gehad. Ze heeft eindexamen gedaan. En toen is ze vrijwilligerswerk gaan doen in Zuid-Afrika. Okay. In een kinderthuis. En we hebben dus ook een beetje rondgereisd en haar daar opgezocht. En ja, het is een geweldig mooi land. Ja. Maar het is ook een heel indrukwekkend land in de zin van wat het heeft meegemaakt. Ja. Maar ook ja, de uitdagingen waar het nu nog steeds voor staat. Mm-hmm. We hebben iets met het land. Wij reizen graag. Ja. Binnen Europa en buiten Europa. En dan gaat altijd de Lonely Planet mee. Gaat mee. Maar gaat het dan om de Lonely Planet of ook echt om Zuid-Afrika? Nou ja, het gaat allebei. De Lonely Planet is, maar het is eigenlijk met name Zuid-Afrika. We zijn er op huwelijksreis geweest in 1995, 2006 met de kinderen teruggegaan en nu weer. En het is een fantastisch land. Ik vind het echt heel mooi. Maar goed, tegelijkertijd is de problematiek daar is immens. Ja. En elke keer weer van hoe lang gaat dit nog goed? We hopen natuurlijk van harte dat het goed blijft gaan. En mijn dochter heeft er heel mooie dingen gedaan in dat kinderthuis, met die kinderen opgetrokken. Vond het heel moeilijk om weer weg te gaan. Ja, dan zou je wel heel trots geweest zijn. Dat is natuurlijk heel erg leuk om dan, kleine meisjes worden groot en dan zie je ineens daar. Zij moest de kinderen naar school brengen en dan zie je ineens je dochter met een rechtsgestuurde auto rondrijden met een heleboel kinderen achterin. Ja. Ja, dat is heel leuk. Nou, mooi. Ja. Geweldig. Ik spreek met Bas Maas, fractievoorzitter van de SP hier in de gemeenteraad. Jouw passie, vertel. Ja, een leeg vel en een tekenpotlood staat voor mij symbool eigenlijk ook van mijn oude werk. Ik ben eigenlijk architect van huis uit. En ik zie ook wel parallellen met de politiek. Eigenlijk moet je al in een heel vroeg stadium moet je een bepaalde visie of een beeld in gedachten hebben. En daar eigenlijk mensen enthousiast voor krijgen, daar draagvlak voor creëren. En ook mensen het vertrouwen geven dat jouw beeld het beste is en dat het wel goed komt en dat ze jou kunnen vertrouwen. Dus vandaar ook deze verwijzing, zeg maar. En heb je architecten die jou heel erg inspireren? Of een stijl? Op zich, Le Corbusier, dus toch wel een architect zeg maar, van begin 20e eeuw. Die heeft me wel erg geïnspireerd. En dan puur qua vormentaal, dat was allemaal heel groot en grof en grootse gebaren, zeg maar. Qua vormentaal is dat heel inspirerend voor mij. Hebben we iets in de omgeving wat kenmerkend is voor die stijl? Nee. Je zou in een heel verre afgeleide van Le Corbusier zou je kunnen zeggen dat misschien het provinciehuis in Den Bosch van Maaskant, dat is ook wel een beetje een Nederlandse nazaat zeg maar, van die stroming. Dat zou je wel kunnen zeggen dat er wel iets mee te maken heeft. Dus ook gewoon ook grote gebaren, vaak ook veel beton en best wel rauw, maar toch op een of andere manier sierlijk. En zo, dus. Zouden we in Breda daar weer eens mee moeten gaan beginnen met grote gebaren? Dat weet ik niet. Qua bouw, dat kan. Alleen ik denk wel dat het qua beeld daar mag er af en toe wel wat uitgesproken. Ik vind toch wel dat als ook in Breda zonder op de stoel te willen gaan zitten van de welstandscommissie, hoor, want ik ben inmiddels politicus en geen architect meer, maar dat wel veel bakstenen allemaal best wel historiserend is. En het zou af en toe ook best wel weer eens modern mogen zijn, zoals we destijds bij het chausseeveld of het chausseepark zagen eigenlijk. En tegenwoordig zie je toch wel, men probeert toch de geschiedenis te herhalen. Terwijl dit is ook een bepaalde periode en die mag ook wel zijn eigen stijl hebben. En station? Ja, dat is een goede vraag, want dat heeft natuurlijk wel dat baksteen, hè, waardoor het naar mijn mening wel heel erg mooi aansluit op de omliggende wijken. Alleen het gebaar zelf is ook wel heel groot. Dus wat dat betreft zie ik daar wel weer, dat vind ik wel een mooi voorbeeld hoe het ook kan, zeg maar. En dus misschien is dat een gebouw wat een soort overgang is naar weer dat nieuwe en wat grootser, zeg maar. Oké, dankjewel.
Ik zit met Petra Koenders, commissielid, niet raadslid van de PvdA. Je favoriete film, cd, boek, waar doe ze gooi? Ja, nou, de tijd die ik al heb om films te kijken, die is natuurlijk altijd wel beperkt. Maar als wij terugkomen van vakantie, hebben wij in de auto op de terugweg altijd over die film. Daar gaan we als we thuis komen weer naar kijken. Dat is een Franse film, Bienvenue de la Chie. De la Chie, en wat betekent het? Ja, dat zijn de mensen die in het noorden wonen van Frankrijk. En die heet de la Chie? Ja. En het gaat over een postbode die in het zuiden van Frankrijk woont. En hij wil proberen een andere baan te vinden, omdat zijn vrouw die wil heel graag naar de kust. Nou, dan gaat hij van alles, brengt hij zich in bochten om dat maar, voor elkaar te krijgen. Wat niet lukt. Dus hij solliciteert, maar dan krijgt hij weer die baan niet. En uiteindelijk solliciteert hij ook als iemand die in een rolstoel zogenaamd zit. Want rolstoelers krijgen voorrang voor bepaalde functies. Nou, dan komen ze met een enorm komische activiteit, komen ze daar weer achter. Dus krijgt hij straf en wordt hij verbannen naar een postkantoortje helemaal in het noorden van Frankrijk. Tegen België aan. Echt het noordelijkste puntje van wat je maar kunt bedenken. Bonjour. Bonjour. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Bien encore. Pire que viré, c'est quoi? Démuté dans le nord. Le nord? Non. À Lyon? Pas à Lyon, dans le nord, nord. Mais dis pas qu'ils m'envoient à Paris. Pas à Paris. Dis donc, je suis en train de regarder Sanary sur mer et les apparts fabuleux. Pas traîner pour visiter, hein? Ah, surtout, on n'y va plus. C'est pas possible. Non, mais attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant. Où ça? Où ça? À Berg. Dur, dur, dur. Il fait très froid. Oh. Et de vagues rochers. Vous êtes arrivé à destination. Ah! Je vais essayer d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez navré. Mais ça va, j'ai rien. Votre mâchoire, vous êtes baissé là? Hein? Vous avez mal quand vous parlez là, non? Quoi? Votre mâchoire, ça va là? Non, j'ai rien, Jules. Je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très, très particulière. Parce que je m'en stie, c'est ça? Daar raakte hij helemaal verknocht eigenlijk aan dat dorpje waar zijn vrouw is blijven wonen. Want die wil de warmte. Die is ook een beetje depressief. Die is een beetje... Ik heb nog steeds geen vakantiegevoel erbij. Nee, echt niet. Oh ja, nee. Maar het is gewoon de humor. Het is een enorme leuke... Nee, dat snap ik. Daar gaat het echt om. Okay. En het leuke is dat doordat het met hem slecht gaat... lijkt, hè, want hij moet naar het noorden en dan maakt hij van alles mee, gaat het met haar goed. Dus het is een soort, hoe slechter het met hem gaat, hoe beter het met haar gaat. Uiteindelijk gaat zij een keer mee, die kant op, en hebben zijn collega's het zodanig geregeld dat het lijkt alsof hij het inderdaad niet naar zijn zin heeft. En nou, dat het gaat allemaal escaleren en dronken medewerkers en... nou ja, goed, daar gaat de hele film over. Oké, je hebt vakantie geweest, dan kom je terug. En dat is echt wel traditie geworden. Het is een soort traditie geworden, ja. Ah, leuk. Ja. Ook de kinderen erbij. Nou, die houden denk ik niet zo van deze film. Maar als ze dan in de kamer zitten, hebben ze toch een of ander iPad of een telefoon met oordopjes in. Dus we zitten wel gezellig bij elkaar. Maar niet iedereen kijkt naar de film. Maar ik vind het een mooie traditie. Ik vind dat je hem ook vast moet houden. Ja. En wie weet gaan de kinderen het ook doen als zij terugkomen op vakantie. Ja, wie weet. Oké, dankjewel. Ja. Ik moet hem wel opschrijven.